Een Nederlandse delegatie onder leiding van minister Liesje Schreiner-Mager van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kreeg op dinsdag 13 september 2022 een rondleiding door de binnenstad van Paramaribo. De delegatie werd vergezeld door minister Riad Noor Mohamed van Openbare Werken en burgervader Ricardo Bola van Paramaribo Noordoost. Het bezoek moet je zien als een oriëntatiebezoek in het kader van wat het ministerie van OW betreft. Wateroverlast, problematiek. Je weet, verschillende landen hadden hulp aangeboden, waaronder Nederland. Concreet hebben ze expertmissies ter beschikking gesteld. Ook financiële hulp via het NCCR. En we hebben gemeend om de delegatie in het veld fysiek te wijzen hoe de situatie eruit ziet. Ja, we zijn al een tijdje bezig, we weten onder andere dat er een masterontwateringsplan is vanuit het Saramaga-kanaal, dat ook betrekking heeft op de binnenstad. Ja, minister, welke fase zijn we nu? Dus dat is al vergevorderd. Op dit moment zijn de aanbestedingen gaande. Dus volgend jaar, eerste kwartaal volgend jaar, zal de gunning er zijn en zullen de werkzaamheden fysiek aanvangen. De bedoeling is dat het project in 2 jaar afgerond moet zijn, dus zeg maar december 2024 moet het kanaal zijn opgehaald, vernieuwd. De grondvraagstukken moeten zijn opgelost en een derde ding is dat de sluizen. Het is een vrij complex project. Je weet, een van de zaken die wij hoog op de agenda hebben is dat Surinaamse bedrijven zoveel als mogelijk moeten participeren, want het is een internationale aanbesteding. Dus de Wereldbank zet ook alle efforts op de oproep van ons en traint ook de mensen, heeft informatie zijn gehouden voor de Surinaamse aannemers, zodat ze in staat zijn mee te kunnen doen. Dus normaal zijn deze werken te doen door onze eigen aannemers, dus het vraagt wat tijd. Maar in ieder geval, het is al bijna zover dat de aanbesteding en gunningen zullen plaatsvinden. Ja. Concreet is het zo dat wij zelf bezig zijn eigen huis met de beschikbare middelen en donormiddelen. Het ontwateringssysteem langs de rivieren, dat zijn pompshuis, te optimaliseren. Dat heb je misschien ook gezien dat sommige al vernieuwd zijn. En in de binnenstad, zoals hier, je weet, als je loopt, de binnenstad moet ook er beter gaan uitzien, zoals de voetpaden, de wegdek en dergelijke, de riolering. Dus wij willen kijken hoe we met de bedrijven die hier zijn, ook dat samen kunnen doen. Want uiteindelijk zijn het de mensen die bij de gasten moeten komen, bij de winkels moeten komen. Dus als zij ook een handje meehelpen, hoeft niet voor alles te zijn, maar tenminste voor het voetpad, dan helpen we de overheid. En daarom hebben we ook een overeenkomst, de DC weet het, van Paramaribo. We hebben ook een overeenkomst met alle bedrijven hier in Paramaribo om een handje mee te helpen.